Viva Welkom, dit is de opdracht kerstkaart maken met Pixlr. We gaan een color splash maken. Een color splash is een foto die helemaal zwart-wit is op één ding na. Eén ding heeft kleur. Je moet beginnen met het zoeken van een goede foto. Nou, wat is een goede foto en hoe vind je die? Je gaat naar Google en je klikt op afbeeldingen boven in het scherm. Dan typ je een onderwerp, bijvoorbeeld kerst. Hij vindt van alles. Je gaat op zoek naar een foto met veel kleur en je kijkt even wat de dimensies zijn. De dimensies kun je hieronder zien, 1600 bij 1000. Dat zijn de dimensies van deze foto. Dat betekent 1600 pixels die kant op en 1000 pixels van boven naar beneden. Dit zijn goede dimensies, goede afmetingen. Deze ook, die ook. Als die getallen laag zijn, bijvoorbeeld 30 bij 60, dat is veel te weinig. Je moet minstens 800 bij 600 hebben of meer. Nou, deze zijn allemaal wel goed. Kies een foto, kies geen tekening zoals deze. Dat is meestal niet mooi. Kies echt een foto. Kies ook een foto met veel kleur, felle kleuren. En het liefst niet eentje met één of twee kleuren, maar eentje met meerdere kleuren. Ik ga een foto kiezen die ik al eerder heb gekozen. Die staat helemaal bovenaan. Dat is deze foto. Deze foto is heel erg geschikt voor een color splash. Je klikt op die foto. En nu kun je niet meteen gaan kopiëren en plakken. Je moet eerst even klikken op afbeelding bekijken. En nu kun je de foto op gaan slaan. Dan zie je hem over het hele scherm. Dan kun je met de rechtermuistoets klikken en dan kun je kiezen voor afbeelding opslaan als. Nu moet je deze foto opslaan in jouw Mijn Documenten. Dus je kunt klikken op Computer en dan Home en dan Mijn Documenten en dan Digitale Vaardigheden. Maar het kan zijn dat daar geen plaats is. Ik zal hem even proberen op te slaan. Nu is het wel goed gelukt, maar stel je voor dat jij een foutmelding krijgt dat er geen plaats is. Dan moet je hetzelfde doen, rechtermuistoets, afbeelding opslaan als. Dan klik je hier links weer op computer, dan klik je op EduPool, dubbelklikken. Dan klik je op samenwerken, dubbelklikken. Dan op leerlingenmappen. En hier moet je een mapje maken met jouw voor- en achternaam. Dus klik op nieuwe map. Jouw voor- en achternaam. En klik op openen. En nu kun je de foto alsnog opslaan. Goed, we hebben nu een foto. Nu gaan we naar de website van Pixlr. De website is www.pixlr.com. Dat is deze website. Je scrolt een beetje naar beneden en bij Pixlr Editor klik je op Launch Web App. Oh, dat is nou jammer. Ik heb een paar keer op F5 gedrukt, want het programma wilde niet werken. Dan klik je op Open afbeelding van computer. Dan klik je hier links weer op computer en je gaat op zoek naar de foto die je had opgeslagen. Home, Mijn Documenten, Digitale Vaardigheden. Daar had ik die foto opgeslagen. Als je daarop dubbel klikt, dan opent hij de foto in het programma. Nou, bij opdracht 4 staat dupliceer de foto. Klik boven in het scherm op laag. En klik op laag dupliceren. Het lijkt alsof er niks gebeurd is, maar dat is wel. Hier heb je nu twee lagen.
Je moet hier niet klikken, dan gaan er dingen mis. Maar je ziet hier dat je twee lagen hebt. Achtergrond kopiëren en achtergrond. Als je dit ziet, hier links, die twee, dan heb je het goed gedaan. Dan staat bij opdracht 5, maak de eerste laag zwart-wit. Klik boven in het scherm op aanpassingen. En klik boven in het scherm op onverzadigen. Onverzadigen. Dan zie je dat de foto zwart-wit wordt. En dat is de bedoeling. Dat is goed. Opdracht 6. Gum weg wat je in kleur wil hebben. Kies bij gereedschappen de gum. Dat is dit ding. En boven in het scherm kun je nog een beetje aanpassen. Nou, je ziet het bolletje. Dat is wat je dadelijk gaat gummen. Maar deze kerstbal is best groot. Dus ik ga die een beetje groter maken. En ik wil ook niet dat die zo wazig is. Ik wil dat die er zo uitziet. Dus ik kies uit de bovenste rij. Kies ik 100. Daarna klik ik hier ergens in het grijze gebied. Oké, let nu goed op. Ik klik en je ziet dat de kleur terugkomt. Af en toe laat ik de muisknop even los. Als ik namelijk een foutje maak, zoals nu, dan kan ik één stapje terug. Bewerken, ongedaan maken. Als ik alles in één keer teken, dan gaat hij ook één stap terug. Dus dan gaat hij alles in één keer weer weghalen. Moet ik weer opnieuw beginnen. Dus als je de muisknop af en toe even loslaat en je maakt een foutje, dan gaat hij één stapje terug. Maar de rest laat hij zoals het was. Dat was namelijk al goed. Oké. Het is belangrijk dat je dit heel precies doet. En er zijn een paar trucjes voor om dat goed te doen. Ik begin eerst met de grote vorm. En als ik dat klaar heb, dan ga ik hier een beetje inzoomen. Dan zie je dat je heel precies kan werken. En dan ga ik de penseel, wat die hier staat, dat is eigenlijk de gum, ga ik een beetje kleiner maken. Pak ik 30 of zo. Ik klik weer hier, naast de tekening, of eronder in dit geval. Zo kan ik heel precies hier langs de randjes werken. Hoe preciezer je dat doet, hoe mooier het resultaat straks. Nou, ik ga deze even versneld doen. Zo dadelijk is die helemaal klaar. De truc zit hem in af en toe die penseel een beetje kleiner maken. Ik heb nu 20 gekozen. En als je echt een foutje maakt, dat je even op bewerken ongedaan maken klikt. Dat zul je best vaak moeten doen. Want dit komt heel precies, het werkje. Nou, ik ben bijna klaar met mijn kerstbal. Ik moet dit stukje nog even. Deze. En dan wil ik dit stuk ook, maar het is niet handig om dat met een rondje te doen. Dus dan klik ik op penseel en kies ik een vierkantje. Dan ga ik dit even op deze manier kleur geven. En nogmaals, als je denkt van, oh, dit wil ik niet, dit gaat te ver. Bewerken, ongedaan maken, desnoods nog een keer. En dan ga je ervoor zorgen dat alleen wat jij wil dat in kleur is, ook inderdaad in kleur is. En de rest blijft zwart-wit. Oké, hiermee kun je in- en uitzoomen. Ik ga nu uitzoomen. Dit is wat ik wil. Dus alles is grijs op één ding na. Deze kerstbal, die wil ik in kleur. En die is nu netjes in kleur. Goed. Ik ga nu het werk opslaan. Dat doe ik bij bestand. En dan bewaren. Dan krijg je een nieuw schermpje. Daar klik je op OK. En je gaat de foto opslaan onder jouw naam. Je kijkt of hier plaats is. Zo niet, sla je hem op het netwerk. Zoals ik eerder heb laten zien. We gaan nu de foto openen in Word. Dus je start Word. En je gaat de foto invoegen. Klik daarvoor op invoegen, afbeelding en ga op zoek naar de foto. Dus die heb je als het goed is opgeslagen bij computer, H, mijn documenten, digitale vaardigheden, alle bestanden. Ik heb gezien dat hij op heeft geslagen, maar niet met JPG. Dus ik geef even als extensie
.jpg. Dan ga ik hem openen. Oké. Ook hier kun je een beetje in en uitzoomen. Zoom zo ver uit dat je de hele pagina ziet. Ik wil namelijk dat die kerstkaart aan de onderkant komt. En waarom, dat zal ik je straks uitleggen. Ik klik op de foto en ik druk op Enter. Dan zie je dat die foto naar beneden gaat. Dan moet je net zo vaak op Enter drukken tot hij naar de volgende pagina springt. En dan druk je op Backspace. Dan staat hij zo ver mogelijk naar onder. Zo staat hij goed. Wat je nu ziet is goed. Als ik namelijk straks het papier ga dubbelvouwen, en dat is wat je gaat doen, dan komt hij mooi op de bladzijde te staan. En als die hierboven staat, staat hij in feite op zijn kop. Dus dit is wat je wil. Zo moet jouw foto in Word staan. Als je zo ver bent, kun je hem afdrukken. Klik op bestand. Afdrukken. Dan moet je nog één ding veranderen, want je wilt natuurlijk in kleur printen. Dat doe je bij printer eigenschappen instellen. Daar klik je op. En je maakt van kleur zwart-wit, maak je kleur. En dan klik je op OK. En vervolgens druk je hier op afdrukken. Dan wordt de kerstkaart in kleur afgedrukt en jij hoeft alleen nog maar op te slaan. En dan is de opdracht klaar. Bestand opslaan als kerstkaart. Opslaan. Dit is het einde van de instructievideo kerstkaart maken met Pixlr. Ik ben die boer mee!